Ik ben Nelien van Toren. Ik ben Marlies van Gemert. En wij zijn derdejaars IPO-studenten. Hey Eline, kan je wat vertellen over de studie IPO? Industrieel productontwerp is eigenlijk een combinatie tussen techniek en creativiteit. En dat is ook de reden waarom ik hem gekozen heb. Ik heb op de middelbare school technasium gedaan en daarom vond ik de combinatie superleuk. En op deze opleiding kan je het echt goed combineren, dus echt creatief bezig zijn, maar ook bezig zijn met techniek en productiemethodes. Want je hebt hier voor de HAVO gedaan? Ja, ik heb HAVO NNT profiel gedaan met wiskunde B dus en natuurkunde. En dat zijn ook zeker wel vakken die je wel nodig hebt in deze opleiding. En hoe ben jij bij deze opleiding gekomen? Nou, ik ging ieder jaar naar de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik vond het hele leuke designers en zo, wat ze allemaal deden, vond ik erg interessant. Dus toen ben ik gaan vragen wat ze allemaal deden. En toen kwam ik uit bij de studie IPO. En toen kwam ik kijken bij deze studie en ook bij andere scholen. En het sloot perfect aan. Ik vond het leuk en het was interessant. En toen koos ik voor deze studie. Ja, leuk. En waarom heb je voor Arnhem gekozen op de HAN? Ja, het was heel knus en de docenten die waren, ja, die kenden je bij naam en het was gewoon gezellig en ja, het was perfect eigenlijk. Ja. En Eline, hoe vond je eigenlijk de overstap van het HAVO naar het HBO? Nou, ik vond de overstap niet zo groot. We hebben hier eigenlijk kleine klassen en we hebben geen collegezaal of zo. En de docenten zijn heel erg persoonlijk, je kan altijd komen voor vragen of wat dan ook. Dus de overstap was eigenlijk niet heel groot. Ik heb dat heel prettig ervaren. Ja, dat vond ik ook, want het team is erg hecht met docenten en ja. De docenten kennen je bij naam. En ook andersom, je kan ze bij voornaam noemen, waardoor het gewoon alsof je weer terug bent op de middelbare school. Maar dan toch wel wat professioneler, want ze behandelen je ook heel professioneel. Ja, dat klopt. En hoe heb jij dan het eerste jaar ervaren? Gewoon? Ja, het was superleuk. De projecten en de lessen die we hadden sloten erg goed met elkaar aan. Daardoor was het ook erg interessant, wel hard werken, maar het was erg leuk. Ja, nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Het was even pittig, maar het is echt wel iets wat ik super leuk vond. Dus dan gaat het ook heel snel, automatisch, wil je er ook graag hard voor werken. En ik vond ook vooral fijn dat het eerste jaar werd best wel in een richting meegenomen. Dus het was niet allemaal helemaal nieuw. En je kreeg steeds meer vrijheid. Want het eind van het eerste jaar mochten we ook zelf een project al kiezen. Dus dat was wel heel fijn. Ja, precies. Dat je eigen richting kan kiezen waar je uiteindelijk heen wil gaan. Ja. Bijvoorbeeld duurzaamheid. Of juist voor de zorg, of juist compleet iets anders. Dit is het eerste project dat wij gedaan hebben. Het is een wandspel voor kindjes om mee te spelen. Ik vond het wel superleuk van dit project dat je het hele proces meemaakt. Dus hoe ze beginnen met analyses maken over kinderen en wat vinden ze überhaupt leuk eigenlijk. Ja, en eigenlijk ook meteen gaan schetsen. Dus ja. Dat je meteen aan de slag ging om dingen te tekenen, ideeën uitwerken. Klopt, en dat je hem dan ook mag maken. Hoe leuk is het? We konden echt spelen op onze eigen producten. Het is natuurlijk super leuk om dat eindresultaat dan ook te mogen zien. Dit is het tweede project dat we gedaan hebben, is een ballonautootje. En het leuke hiervan was dat je echt je lessen kan combineren met je project. Ze kregen techniek in spuitgieten. En dat moesten ze hier ook toepassen, want het ballonautootje moest natuurlijk spuitgietbaar zijn. Ook hadden we het vak CAD. Daar gingen we het model wat je had bedacht en had geschetst, gingen we dan uiteindelijk uitwerken in SolidWorks. En die kon je dan uiteindelijk laten 3D printen tot een echt werkend model. En dan gingen we er ook wedstrijden mee doen om te testen welke het beste was. Ja, het leuke van dit project was ook, vond ik, dat je moest nadenken over een chassis, een onderkant en een bovenkant. Dus ja, dat die ook echt lossend is, maar ook die verschillende onderdelen met de wieltjes. Hij moet natuurlijk ook gewoon kunnen rijden. En inderdaad, met die wedstrijd op het einde, dat maakt het wel echt een knaller. Dat je echt het beste wilde zijn van iedereen. Zeker. Erge uitdaging. Nou, we zijn nu bij het VatLab. En het VatLab kunnen we gebruiken om dingen te 3D printen of juist laser snijden of met stoffen bezig te zijn. Dus eigenlijk gewoon een kleine werkplaats wat toegankelijk is voor iedereen. Dus je kan er ook voor vrije projecten kan je er gebruik van maken. Dus dingen die je leuk vindt om te doen. En je kan ook bezig zijn voor je eigen projecten dus te maken. Dus dat ballonautootje bijvoorbeeld die we net lieten zien. Mm-hmm. En heel veel andere kleine projecten kan je hier dus laten 3D printen. Oh, leuk, ja. Dus dit mag je ook gebruiken voor eigen vrije tijd? Ja. Leuk. Leuk dat ze dat initiatief nemen. Ja, precies. En hoe heb je, nou, als je nu terugkijkt op je studie, wat je tot nu toe gedaan hebt, waar ben je het meest trots op? Ja, het meeste trots ben ik wel op het project met het bushokje dat we hebben gemaakt. Dat was een duurzaam project waar we met een heel leuk team aan gewerkt hebben. En de opdrachtgevers met de bedrijven, die communicatie was erg leuk. En we hebben er ook een prijs mee gewonnen. Dus dat was erg leuk om nog dat als extra verdiening daarbij te krijgen.
Heb je eigenlijk ook contact met andere opleidingen binnen dit gebouw? Ja, zeker. We hebben in meerdere projecten waarbij je met meerdere studies tegelijkertijd werkt. Dus hebben we in het tweede half jaar van de studie hebben we gewerkt aan een project voor een bezorgfiets of voor een evacuatiemiddel. En daar gingen we dan aan een project werken en dan ging je een businessmodel maken en allemaal andere dingen. Dus wat meer technische bedrijfskunde was. En dan samen zo een nieuw concept en een product op de markt zetten. En ben je dan echt bezig met alleen IPO dingen eigenlijk? Of ben je dan ook, doe je het echt samen, het is echt als één team en ben je dus ook bezig met een businessmodel? Ja, je doet het beide. Dus je vult elkaar aan. Hun leren dingen over IPO en wij over technische bedrijfskunde. En in het echte leven leer je uiteindelijk ook werken met andere instanties. Dus dat gaan wij dus ook leren. En door middel met andere projecten en studies te werken. Zijn er eigenlijk ook projecten of iets waar je kan kiezen om een richting op te gaan? Of iets wat je heel erg interessant vindt om zoiets te kunnen kiezen? Ja, je hebt dus, elk bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen standpunt en zijn eigen opdracht. Dus daar zit al heel veel verschil in. Maar ook binnen een project kan je natuurlijk heel goed zelf je eigen richtingen kiezen. De ene is gewoon iets handiger in de werkplaats en de ander vindt het creatief proces veel leuker. Dus ook daarin doe je vaak onderling ook je eigen keuzes maken. En ik vind bijvoorbeeld ook interessant projectleider te zijn. Dus dat zijn ook natuurlijk keuzes. Het is niet alleen de creatieve en de technische, maar er zitten veel meer aspecten om het hele IPO gebeuren heen eigenlijk. Dus je werkt wel veel met projectgroepen waar je echt flink aan gaat werken om samen iets te doen? Ja, het is echt met z'n allen en daardoor kom je ook op iets veel moois. Het is, een lamp moet mooi zijn, maar het moet ook schijnen en het moet mooi werken en het licht moet mooi zijn. En ja, dat is niet specifiek onze specialiteit, meer van elektrotechniek bijvoorbeeld. Dus ook door meerdere opleidingen samen te combineren kan je echt tot het eindresultaat komen en niet tot een half product bijvoorbeeld. Dus met de kwaliteiten die iedereen heeft een mooi product neerzetten om zo het beste eruit te halen. Zeker, ja. En de vakken eigenlijk die je gedurende de studie hebt, is dat veel in één richting of is dat heel breed? Ja, je hebt eigenlijk vier richtingen waar je op gaat. Dus je hebt ergonomie, bedrijfskunde, techniek en vormgeving. En al die vakken die je daar gebruikt, die worden ook meteen toegepast tijdens het project. Dus alles wat je leert, ga je ook meteen in de praktijk brengen. En waar moet ik aan denken als ik zie techniek of zo? Wat hoort daarbij? Ja, je leert CAD, dus je leert hoe je met SolidWorks dingen moet gaan modelleren. En je gaat leren schetsen, maar ook als je niet kan schetsen is het helemaal niet erg. Tijdens de studie leer je het wel. En je leert ook online leer je dingen schetsen met Photoshop en Illustrator. En je krijgt ook technische vakken zoals dan bedrijfskunde, wiskunde, mechanica en materiaalkunde. En dus dat zijn meer dingen over echt het materiaal en het product zelf. En hoe is de verhouding tussen die, ja, dus eigenlijk de techniek, creativiteit en... Ja, 50-50. En dat vind ik ook wel erg leuk in deze studie. Dat het evenwicht tussen techniek en design gelijk is. Dus je leert zowel alle technische kanten van het product en ook het design. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Dat vind ik ook heel erg leuk inderdaad, de combinatie. En wat zijn vakken waar de meeste studenten eigenlijk op vastlopen? Of wat zijn de punten waar je op moet letten als je deze studie wil gaan volgen? Ik zie heel veel leerlingen die heel veel moeite hebben met wiskunde. Dus als je in je vakkenpakket nog geen wiskunde hebt gehad, dan raad ik ook wel echt aan om daar wat meer actie in te voeren, dat je dat leert. Dus je kan extra lessen volgen en gewoon erin verdiepen, zodat je wel op niveau bent van het HAVO. Want je moet wel meteen beginnen met wiskunde B. En dat is best wel pittig voor mensen die het nog niet gehad hebben. Maar als je HAVO hebt gehad, bijvoorbeeld, ik heb het niet zo heel moeilijk ervaren. Ik heb HAVO gehad. Wiskunde, moet ik zeggen, was wel mijn sterke kant. En ik vond bijvoorbeeld het tekenen op het begin wel even pittig, want het is een hele andere manier van tekenen. Maar ik vind wel, school biedt best wel goed de mogelijkheid aan. Als je iets niet snapt, kan je gewoon langs bij een docent. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat vond ik ook erg fijn. Dat je gewoon, docenten werken boven bij een flexplek. Dus je gaat er naartoe en je stelt een vraag. En ze hebben superveel interesse in je en ze willen altijd het beste helpen. En dat vind ik ook erg leuk, dat het gewoon de samenhang tussen docenten en de leerlingen zeg maar altijd... erg goed is. Ja, ik denk. Ja, ook al, maar als ik nu ook zo terugdenk aan mijn keuze, denk ik ook echt dat ik een goede keuze heb gemaakt voor deze school. Mm-hmm. Inderdaad, gewoon dat je kan gewoon naar boven lopen en even vragen aan iemand. Ik snap het niet. En ze plannen zo een uurtje voor je in en je krijgt privé bijles. Ja. En dat, ja, dat voelt heel fijn. Voelt ook heel warme sfeer hier gewoon daardoor. Ja, en docent, heel professioneel. Ja, zeker. Ze behandelen je echt als een, eigenlijk bijna als een collega in plaats van als een leerling. Ja, als een echte designer. Ja. En hoe was het voor jou om stage te vinden? Ja, ik vond het best wel, ging best makkelijk door corona natuurlijk even wat lastiger. Maar je hebt natuurlijk een heel breed veld waar je in kan zoeken. En toen ken je natuurlijk iets van elektrotechniek, werktuigbouwkunde. Dus je kan gewoon heel breed gaan. Je kan in de productie gaan, je kan de creatieve kant op gaan.
of echt meer de bedrijf, projectleiderkant. Dus dat maakt het gewoon wat makkelijker om ook echt iets te gaan zoeken. Dus ook wat ik kan, kan iemand anders weer niet. En wat iemand anders leert in zijn stage, kan ik niet. En daardoor kan je jezelf natuurlijk wel heel uniek maken en onderscheiden van de rest. En dat komt meer door de keuzes die je dan maakt binnen projecten? Ja, gedurende eigenlijk de hele studie, eigenlijk dus vanaf het eerste jaar. Maar natuurlijk ook in je stage, in je minor. Je krijgt een vrij project waar je iets mag doen wat je zelf wil. En zo kan je wel een unieke identiteit maken. En zo je eigen portfolio opbouwen. Zeker, zeker belangrijk. Ja, we hebben met de kookplaat van mensen met dementie op de Dutch Design Week gestaan. Dat was ook een supercoole ervaring van ook een professionele ruimte natuurlijk. Maar ook de communicatie tussen bedrijven en zo vind ik echt superleuk als ik nu terugkijk hoe ver ik daar ook persoonlijk ben gegroeid. Dus dat is ook zeker iets waar ik trots op ben. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja, ik vind het een erg leuke studie. Ja. Ik ben blij dat ik dit gekozen heb en dat ik hier mag zijn. En waar zie je jezelf over 10 jaar bijvoorbeeld? Welke kant wil je op? Ja, misschien verder met duurzaamheid of juist mijn eigen bedrijfje gaan starten. Of ja, ik weet het nog niet precies. En jij? Ja, ik vind het ook natuurlijk nog lastig. Je kan dus zoveel richtingen op. Maar vooral het projectleiden van mijn eigen ontwerpteam lijkt me supercool. Maar ook gewoon lekker het blijven doen. Dus inderdaad wel echt het ontwerpen, die kant lijkt mij super tof. Ja, met deze studie kan je erg makkelijk over alle kanten nog op. Zeker. En dat maakt het ook wel erg interessant. Ja. Nou, we hopen jullie bij genoeg informatie te hebben gegeven over industrieel productontwerpen op onze HAN. Ja, en wie weet zijn jullie straks wel onze toekomstige collega's.